een verbod op gratis plastic tassen, het faillissement van V&D, het associatieverdrag met Oekraïne en de 100ste Vierdaagse. Allemaal onderwerpen die dit jaar de revue zijn gepasseerd en waar wij de mensen op straat hun mening over lieten geven. Je ziet het allemaal terug in het Wat zegt het volk jaaroverzicht van 2016. Here we go! Op 8 januari van dit jaar was de allereerste aflevering van Wat zegt het volk te zien op N1. In die uitzending begonnen we direct over het verbod dat destijds inging tegen de gratis plastic tassen in de winkels. Ook hadden we het in januari over de architectuurprijs, de studentenuitwisseling met Arabische landen en de band Down, die wegens een Hitlergroet niet welkom was op het festival Fortarock. Kijk even mee naar een overzicht. Vanaf 1 januari mogen winkels geen gratis plastic tassen meer weggeven. Dit met als doel om het plastic afval terug te dringen. Wat heel opvallend is, dat eigenlijk vanaf het moment dat het verbod nu is ingetreden, heel veel mensen hun eigen tas meebrengen. Maar wat heeft dan uw voorkeur? Kiest u voor een tas van rond de 10 euro van goede kwaliteit die voor een lange tijd meegaat? Kiest u voor een tas van 25 cent die voor een aantal keer meegaat? Of kiest u voor een slap zakje van 5 cent die na de eerste keer zijn beste tijd wel gehad heeft? What does the fuck say? Ik zou een dure tas doen. Eentje die langer meegaat. Het hoeft mij niet altijd duur. Van de week heb ik zo'n heel klein tasje voor 10 cent gekocht en dat vond ik toch een beetje zonde. What does the fuck say? Vanaf afgelopen maandag kan er weer gestemd worden op het mooiste nieuwe gebouw van Nijmegen. Ik ben benieuwd welke voorkeur de Nijmegenaar heeft uit een selectie van 4 uiteenlopende genomineerden. Het volk kan kiezen tussen Don Roosje, Plein 44, Station Nijmegen-Goffert en het Erika Terpstra Sportfondsenbad. What does the fuck say? Bedoel je een panorama of alleen de gebouw? Gebouw. Gebouw alleen, ah. Dan zou ik naar die toe gaan. Station Goffert? Ja. Waarom? Omdat er een beetje lijn in zit en dit zijn allemaal blokken. Of niet soms? En we krijgen allemaal blokken. Of niet dan? Met de DDR wel. De trein moet iets. Moet iets moeten hebben om. Daarom. Oké. Okay. Ja. Studenten van de Radboud Universiteit krijgen de mogelijkheid om mee te doen aan een uitwisselingsproject met Arabische landen. De landen worden dan ook in de loop van de tijd, in de loop van het voorjaar bepaald waar mensen in de zomer heen zullen gaan. En veiligheid staat gewoon altijd op nummer 1. Dus dat proberen we de studenten ook echt mee te geven, dat ze daar zich niet te veel zorgen om hoeven te maken. Zou jij op dit moment meedoen aan een uitwisselingsproject met een Arabisch land? What does the fuck say? Zou u eraan meedoen als u die mogelijkheid had? Goeie vraag. Welk Arabisch land is dan de vraag? Hè? Als het maar veilig is. Nu niet meer. Dat kan niet meer, hè? Waarom niet? Gezien de omstandigheden. Ik ben pleasure having all of you here and all the last musicians. Ronnie James Dio, stand up and shout. Fortarock heeft de band hierop direct gecanceld en laat weten dat er op het festival geen plaats is voor racisme. Ik vind niet dat in kunst zeg maar alles moet kunnen, want Hitlergroet gaat gewoon echt veel te ver. Ik vind het goed, maar opsluiten hoeft me ook weer niet. Nou, die zijn gestoord. Here we go! Het laatste nieuws uit de regio, maar ook live naar N1 kijken en luisteren. Je ziet het op n1.nl. Dan gaan we snel door naar februari. Want dat is de maand dat het V&D-pand leeg komt te staan aan de Grote Markt. En natuurlijk de maand die één extra dag had, de Schrikkeldag. Maar ook was het weer Valentijnsdag en vroegen we jullie of je daar aan meedoet. Wat vind jij van Valentijnsdag? Ja, wel leuk. Een beetje onzin. Ik kan me wel voorstellen als je iemand heel erg veel houdt, toch een cadeautje wil geven of zo, of in ieder geval een kusje. Valentijnsdag? Nou, dat doe ik niet aan hoor. Waarom niet? Nou, dat vind ik echt een beetje Amerikaans. Nee. Wat is wel bijzonder? Ons gedaan. Nee, absoluut niet. absoluut niet. Kijk, dat is nou Valentijnsdag. What the fuck say? De kogel is door de kerk. Het doek is gevallen. Het is over en uit met Vroom en Dreesman. Maar wat gaan we doen met dat enorme pand aan de Grote Markt? Vandaag vragen we het volk om advies. Ik denk dat ze er misschien allerlei winkeltjes in moeten maken, dat het op die manier een invulling krijgt. Mevrouw? Hallo. Ja. De V&D staat leeg. Ja, dat weet ik. Ja, en wat vindt u dat er met het pand moet gebeuren? Nou, andere zaken erin.
Wat dan? Ja, ook modezaken of zo. Hallo meneer. Hi. Hi. Je bent van de... Van N1. Oh. Ja. Nou, ik denk dat daar inderdaad ruimte genoeg. Dus ik denk dat er veel mooie ideeën kunnen ontstaan. Ja, een mooi studentenwonentje of zo. Maandag is 29 februari, de dag die maar één keer in de vier jaar voorkomt. Zo'n extra dag betekent natuurlijk extra tijd. Maar ook een dagje extra werken en een dagje extra boodschappen doen. Tja, kost zo'n dagje ons nou extra geld of levert het juist geld op? In werkelijkheid ziet het er voor een gemiddeld huishouden als volgt uit. We doen een dag extra boodschappen. We hebben een dag extra energiekosten en extra telefoonkosten. In totaal goed voor zo'n 60 euro. Maar daartegenover staan bijvoorbeeld abonnementen waar al voor betaald is en die je dan een dagje gratis kunt gebruiken. Zoals bijvoorbeeld tv kijken of sporten. Dat levert ons indirect 47 euro op. Onder de streep kost zo'n extra dag in gezin dus 13 euro. Het kost 13 euro. Ja! In maart ben ik er een tijdje tussenuit geweest voor een baan in Griekenland. In Wat zegt het volk was er in mijn laatste aflevering een video te zien waarin mijn N1-collega's afscheid namen. Kijk even mee naar een compilatie hiervan. Ik ben er een tijdje tussenuit, maar u kunt me nog wel zien in het nieuwe programma Supergirl, waarin ik langs ga bij verschillende vrijwilligersorganisaties. Mis het niet. Ik ging gewoon goed. Heel even hier komen zitten, want ik moet even wat laten zien. Oké. Okay. Moet die opnieuw? Gewoon nog voor de extra of vond je het gewoon goed? Ik vind het helemaal goed. Oké. Okay. Even zitten. We hebben met z'n allen een filmpje gemaakt voor jou. Echt? Ik zou zeggen, kijk maar even. Ah. Oh, wie deed dat? Oh nee. Echt super leuk. Ja? Ja, echt super lief. Die wil ik. What the fuck, say? Het programma ging ook hierna gewoon door. Zo had presentatrice Lina het in het voorjaar onder meer over het Oekraïne-referendum. En over het nieuwe thuisshirt van NEC, waar supporters op mochten stemmen. Kijk even mee naar een overzicht. Aanstaande woensdag mogen we weer met z'n allen naar de stembus. Dit keer is het de vraag of men voor of tegen een associatieverdrag met Oekraïne is. Het verdrag wordt voorgedaan als slechts een handelsverdrag. Maar tegenstanders beweren dat het meer dan dat is. Ik stem nee. Ja, ik ga stemmen. Gaat u stemmen? Ja, keihard nee. Ik denk als ik kan stemmen, moet je mag stemmen, dan stem ik. Ja. En wat gaat u stemmen? Ja, dus zit ik over te twijfelen. Ja. Alleen de hele grote industrieën zullen het voordeel van hebben en de andere mensen niet. En dan denk ik, nou, en er is daar zoveel corruptie. Afgelopen week presenteerde NEC twee nieuwe spelershirts voor thuiswedstrijden. Eén met het herkenbare rood links en groen rechts en een rood shirt met een groene balk. NEC gaf aan dat supporters mogen stemmen op hun favoriete shirt. Ik wil de club hier graag een handje bij helpen. Dus ga ik wederom de straat op met de vraag, waar stemt u op? Wat vindt het volk? Sowieso links. De linkse. De linkse? Ja. Die. De linker? Ja. Ja, ook de linkse denk ik. Ik weet niet, het ziet er zo raar uit. Eén zo'n balkje. En op de rest ziet eruit als een BH. Ja. Nou, ik vind wel één shirt. Ja, voor de rechter. En u? Voor deze. Zou het die zijn? De linker? Ja. Welke gaat het worden? De balkenshirt. Die. De linker? Die legde op die van Barcelona toen een 1980. Deze op die van Cruijff van de 1970. En dan als thuisshirt, hè? Niet uitshirt. Als thuisshirt, ja. Oké. Ook omdat hij hem aan heeft, hij zit heel anders uit. Dus als hij hem aan zou hebben, dan zou die wel gewoon beter zijn. Ja, zeker. Ja, ik vind die linker mooier. Dan zou ik toch voor die gaan. De linker? Ja. Ja, ja, ook? Toch gewoon de linker. Ja, sowieso voor de linker gaan. En waarom? Ja, je lijkt langer als het verticaal is, heb ik ooit gehoord. Die. Welke? Die. De linker? Ja. En waarom? Nou, ik weet het eigenlijk niet. Even kijken hoor. Ja, ik vind het toch leuker. De linker.
deze sowieso. En waarom? Omdat het een klassiek shirt is en ja, dat vind ik gewoon tof. Welke zou het dan worden? Allemaal de balk? Ja. En waarom? Swag. Ja. Oké. Deel je mening over het nieuws ook op Facebook via facebook.com/altijdn1 en op Twitter via @altijdn1. Aan het begin van de zomer werden de voorbereidingen op de 100ste Vierdaagse en de feesten getroffen. Het werd hierbij bekend dat het nieuwe stadseiland niet geschikt is voor evenementen. Maar wat moeten we er dan mee? Dat zometeen. Maar eerst de enorme waterglijbaan in de Stikkerheeselstraat. Wie de Stikkerheeselstraat kent, zou het vast wel eens gedacht hebben. Dit is een hele goede plek voor een grote glijbaan. Dit weekend is dit idee werkelijkheid geworden. Het weer is misschien niet op het topzomers, maar dat mag de pret niet drukken. Van de waterglijbaan. Helemaal super. Top georganiseerd? Helemaal super. Ja? Dat is echt waar. Hoe was het? Ja, het was heel leuk. Ja? Ging het hard? Ja, best wel. Mag ik jullie wat vragen? Ja, hoe ging die? Nou, goed. Hard? Best wel. Wie heeft er gewonnen? Ik werd harder. En wie heeft er gewonnen? Ja, ik. Want ik zat vooraan. Oké. Meneer, mag ik jullie iets vragen? Ja. Wat vindt u hiervan? Nou, ik vind het wel heel apart, ja, eigenlijk, hoe dat gaat hier. En zijn jullie zelf al van de glijbaan af geweest? Nee, nog niet. We zijn nog in functie nou. We zijn nog in functie, dus nou... Maar dat gaat zo wel gebeuren. Nou. Nee, wel. Ik moet er nog tot 9 uur, dus dat is heel erg. Okay. Nijmegen was laatst heel even wereldnieuws toen hier in de Waal een compleet nieuw stadseiland gerealiseerd werd. Verschillende organisaties hebben al plannen voor evenementen op deze mooie locatie. Maar nu bleek afgelopen week dat een deel van het eiland voorlopig nog helemaal niet geschikt is als evenemententerrein. Waarom is hier niet beter over nagedacht? En wat vinden we hier eigenlijk van? En wat kunnen we de komende tijd eventueel wel op het eiland organiseren? We vragen het aan de Nijmegenaren in de binnenstad. Ja, gewoon beton erop gooien en alsnog een partyeiland ervan maken. Ik zou nog een huis te bouwen. Ja, misschien kan de grond verstevigd worden. Mm-hmm. Dat er dan toch festivals georganiseerd kunnen worden. Mm-hmm. Dat zou heel leuk zijn met de Vierdaagse bijvoorbeeld. Als er dan wel weer een feest is daar. Ja. Nou, moeten ze dus echt versterken als dat van tevoren de bestemming was. Mm-hmm. Kan dat niet. En stel, de grond kan nou niet verstevigd worden. Wat dan? Ja, wat dan? Dan misschien natuur laten ontwikkelen. Natuurlijk was het Nijmeegse nieuws van 2016 dat de 100ste editie van de Vierdaagse plaatsvond. Om dit te vieren maakten wij van Wat zegt het volk een speciale Vierdaagse cocktail en deelden deze uit op straat. Tenminste, als je een paar vragen over de Vierdaagse goed beantwoordt. Om een glaasje van deze speciale Vierdaagse cocktail te kunnen krijgen, moet je eerst 5 vragen over de Vierdaagse beantwoorden. De eerste vraag luidt als volgt. Dit jaar vindt de 100ste editie van de Vierdaagse plaats. Maar de eerste editie is niet 100 jaar geleden. Hoeveel jaar geleden is de eerste editie georganiseerd? 101 jaar geleden, 103 jaar geleden of 107 jaar geleden? Ik denk 101. Nee! 107, maar dat maakt niet uit. Ze hoeven niet allemaal goed. We gaan gewoon door. Vraag 2. Welke kleuren heeft de vlag van de Vierdaagse? Blauw, wit en rood, groen en oranje of blauw, groen en oranje? Deze weten jullie vast al. Welke kleuren hebben de vlag? Of hebben? Staat verkeerd op mijn briefje. Oranje en groen. Niet eens multiple choice nodig. Helemaal goed. Vraag 3. Hoe heet de marsleider van de Vierdaagse? Teddy Vrijmoed, Johan Willemstein of Hubert Bruls? Ja, deze vragen slaan we over. Die is gewoon stom. Nou ja, hij is een beetje de grote baas van de hele Vierdaagse. Ja. Kun je eens nog eens keer houden? Ja, zeker. Teddy Vrijmoed, Johan Willemstein of Hubert Bruls? Ik denk de laatste. Het is de tweede. Het is de tweede, Johan. Welke bewering is niet waar? De koning bezoekt vrijdag de 100ste Vierdaagse. Er is dit jaar een speciale Vierdaagse gladiool geteeld. Of het vuurwerk op de Waal is dit jaar niet op de eerste, maar op de laatste wandeldag. En wil je dan dit jaar wel het vuurwerk zien? Ja. En dan kan je kiezen. Gaan we zeggen dat is leuker op de eerste dag of op de laatste dag? Om de eerste dag om het heel grootste vieren? De laatste dag. De laatste dag. Dan gaan we dat meenemen als tip voor volgend jaar. Dit jaar is het de eerste keer. Maar dan gaan we gewoon aan de organisatie zeggen, toch? Mm-hmm. Precies. Huppakee. Waar of niet waar? Vierdaagse feesten is een oude naam. Want sinds een aantal jaar heet het officieel de zomerfeesten.
Dat is waar. Dat is niet waar. Nee. Het is precies andersom. De Vierdaagse feesten. Hartstikke goed, want zo noemen ze het nu ook. Dus, wat heb jij verdiend? Weet ook weer? Het drankje. Het lekkere Vierdaagse drankje. Het lekkere Vierdaagse drankje. Yes! Kijk. Alsjeblieft, super goed gedaan. Ja. Inderdaad. Oké, laten we creatief zijn. Je hebt niet 3 van de 5 goed. Maar als jij me nou zou zien hoe jij denkt dat de mensen die meelopen over de finish komen na 4 dagen wandelen, dan is hij alsnog voor jou. Dus mag jij even voordoen hoe je dat denkt? Wauw. Wauw, een 10 for effort hoor. Ja, ja. Dankjewel. Ja, high five. Hey, dit is echt een dikke move hoor. Altijd op de hoogte van de leukste activiteiten in Nijmegen? Like ons op Facebook via facebook.com/bezoeknijmegen. Rond diezelfde tijd vond er ook een enorme rage plaats. Niet alleen in Nijmegen, maar in het gehele land gingen kinderen en volwassenen massaal de straat op voor Pokémon Go. Nijmegen was hierin wel een speciale stad, omdat er hier heel veel Pokémon's te vinden zijn. Wij namen de proef op de som en gingen langs de Nijmeegse hotspot. Al steeds meer jaren lijken mensen steeds meer verdiept te zijn in hun telefoon. Maar de afgelopen maanden lijkt het de pan uit te reizen. Mensen kijken op hun telefoon, houden hun telefoon omhoog. Mensen van alle leeftijden eigenlijk. Wat is dit precies? Ze zijn op zoek naar de welbekende Pokémon natuurlijk. Maar wat vindt Nijmegen nu echt van dit fenomeen? What the fuck, say? Mevrouw, bent u Pokémon's aan het zoeken? Nee. Nee, niet? Ik zie u zo met uw telefoon. Ja, dat wel, maar ik doe er niet aan mee. Nee, wat vindt u van die rage? Ja, ik hou me daar helemaal niet mee bezig, ik hoor er wel heel veel van. Maar ja, volgens mij moet je er niet aan beginnen. Want het is verzaveld. Ja. Nou, je hebt zeg maar je map voor je van een soort van Google Maps. Ja. En dan zijn er zeg maar in sommige straten zijn er dan Pokémon's neergezet. En dan moet je daarheen lopen om hem te vangen. Welke Pokémon hebben jullie net gevangen? Pikachu. Pikachu? Ik hoor net de jongen zeggen ik wil een Pikachu. Oh ja, ze zeiden volgens mij dat ze me hadden gevangen. Oh, ze hebben hem ook al. Ja. Dus dit is de Pikachu plek. Ja. Ja. Dit is dus de hotspot om te zijn. Ja, klopt. Als je hier om het hoekje gaat, dan heb je 4 pokerspots bij elkaar zitten. Ja. Dan zet iemand een lure aan. Nou, op alle 4 de spots komen dan een lure. En dan komen ze vanzelf naar je toe lopen. En dan hoef je eigenlijk alleen maar te blijven zitten. Dus dat is wel weer slecht dus voor je dagelijkse beweging. Dus je gaat daar gewoon zitten en dan komen ze naar je toe. Ja, klopt. Dus wat maakt voor jou Nijmegen dan een goede stad om dan Pokémon te vangen? Is dat echt die plek? Of hebben ze even Nijmegen zelf ook iets gedaan als stad van, kijk... Ja, het is het Valkhof Museum en best wel veel dingen, laat maar zeggen, waar ze pokerspots op kunnen zetten. En historische momenten, zeg maar. En je zit dicht bij de Waalkade, dus daar heb je ook waterpokémons en zo. Oh, dat is daar ook weer aan gekoppeld dan? Ja, klopt. Hallo meneer. Niet schrikken. Heeft u ze al gezien? Wat hebben we gezien? In het water. Wat hebben we al te zien in het de water? De Pokémon! Jazeker, daar ligt die. Welke is er? Welke is het? De linkse. De linkse. Dan gaan we snel door naar het najaar. Rond de tijd van de oktoberfeesten bracht de Nijmeegse volkszanger Ronnie Ruisdaal een lied uit dat een ode is aan het bierfeest. Hij maakte er een vrij degelijke videoclip voor en plaatste deze op de sociale media. Maar Facebook besloot deze direct weer te verwijderen. De reden? Er was een décolleté in te zien. Zegt de kalender. Die weer. Dus zeg ik keer op keer. Het kan aan mij liggen, maar volgens mij valt het nog wel mee. Ik ben benieuwd wat Nijmegen zelf hiervan vindt en hoeveel verder Ronnie had kunnen gaan volgens hen in die clip. What the fuck, say? Facebook heeft het als genoeg reden gezien om dit van Facebook af te halen. Nou, dan moeten ze maar eens een keertje komen rondkijken hier in de stad. Schendend? Mm-hmm. Onkruis, zo. Dat zou niet mogen. Aanstootgevend. Maar die man is niet goed snikken. Ja, hij is verschrikkelijk dit. Nee. Bovendien zijn nog netjes bedekt ook nog. Hier aan de bovenkant. Ik vind het ook geen goede reden. Aan de andere kant vind ik het ook niet zo'n bijste leuk plaatje. Maar ik zit niet op Facebook. De vraag is eigenlijk of we niet nog verder kunnen gaan dan dit. Nou, voor mij mag ze het idee zeggen. Dat is belachelijk. Aan het einde van die oktobermaand was het traditiegetrouw weer tijd voor Halloween. Maar er was één kostuum die je dit jaar beter thuis kon laten. Het kostuum van de horrorclown. De volgende beelden kunnen als schokkend worden ervaren. Ah,
bij te lachen dus, als je dat op straat tegenkomt. En de laatste tijd komt het ook steeds dichterbij. Onlangs zijn deze clowns al gespot in Arnhem en Groesbeek. Wat vindt Nijmegen van dit fenomeen? Vinden we dat er maatregelen getroffen moeten worden? En wat zou hierbij passend zijn? Dat zijn gekken die zich verkleden als clowns, met hele enge uitdrukkingen. En die kinderen bang maken, hè? Nou, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo grappig, want je bent wel iemand aan het bang maken en zeg maar dat persoon kan echt heel erg bang worden of zo. En er zijn ook gewoon zelfs een paar killer clowns vermoord, omdat de andere persoon zichzelf echt verdedigt en zo. Heb je wel eens gehoord van horrorclowns? Ja, vanochtend op het nieuws. Wat zeiden ze daar? Dat ze achter kinderen aangingen. Uh-oh, wat doen ze dan met kinderen? Dan gaan ze je... Dan zeggen ze allemaal dingen. In november vond het referendum plaats waar de hele wereld al maanden naartoe leefde. De verkiezingen van de nieuwe president van de Verenigde Staten. We vroegen op straat wie er in Nijmegen het meest populair is. Clinton of Trump? President Obama will go down as perhaps the worst president in the history of the United States! @RealDonaldTrump. Well, @RealDonaldTrump. At least I will go down as a president. De ene is een racist en misbruikt de vrouwen. En van de ander wordt allerlei e-mailverkeer onderzocht door de FBI. Toch zal waarschijnlijk één van hen over een paar dagen benoemd worden tot de nieuwe president van de Verenigde Staten. Maar hoe zit het in Nijmegen? Het doet er eigenlijk natuurlijk helemaal niet toe wie hier in onze stad het meest geliefd is. Maar de meeste mensen hebben daar wel een mening over. Dus kom maar op. Is het Trump of Clinton? What the fuck, say? We zitten lekker hier in Nijmegen in de stad. En wat zegt het volk, willen we weten? Wat komende dinsdag de verkiezingen zijn natuurlijk tussen Clinton en tussen Trump. Geef hem beide. De verkiezingen in Amerika? Oh, dat is helemaal niks. Nee? Waarom is het niks dan? Omdat er bij helemaal niks zijn. Ja, wij lopen op straat en wij willen weten, wat zegt het volk? Wat is jullie mening daarover? Wie wordt het? Voor mij Clinton, hoor. Waarom? Ja, weet ik niet. Het is gevoelsmatig. Trump? Clinton? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat Trump gaat winnen. Ja, dat is vragen of je oorlog met Rusland wilt of een wereldoorlog. Maar wat vind je van Trump? Een kneus. Een kneus. Ja. Dat is hier nog zachtjes uitgedrukt, toch? Ja. Ja. Hillary Clinton en... Donald Trump, oh. Ja, ja. Ja. Oh. Daar hebben jullie vast een mening over. Nou, direct. Ik hoop wel Clinton. Jij toch wel, waarom? Ja, gewoon wat die Trump allemaal zegt over vrouwen ben ik het totaal niet mee eens. Dus als je het zo bekijkt, is het eigenlijk allebei niks. En dat geldt voor jullie ook? Ja, maar als je toch een keuze zou moeten maken, dan zou ik wel voor Clinton gaan. Ja, ik ook. Duidelijk. 3-0 voor Clinton. Ja, zeker. Megastores. Er komen er steeds meer van. Zo waren er ook plannen voor een vestiging van de megastore van Kranenbroek in Beuningen. Maar dat bracht heel wat onrust met zich mee. Wordt het dan niet onveilig door de toename van autoverkeer? En gaat het niet ten koste van de huidige ondernemers in het dorp? Inmiddels is bekend dat de plannen voorlopig van de baan zijn. Hoe de reacties op straat waren, zie je nu. Van Kranenbroek is een tuincentrum dat verspreid door het hele land een aantal megastores heeft. Nu heeft het bedrijf plan om ook zo'n grote vestiging hier in Beuningen te openen. De beoogde locatie hiervoor is het terrein waar momenteel tuincentrum Bul is gevestigd. En dit tuincentrum zal hier dan voor moeten wijken. Wat vindt Beuningen van dit hele verhaal? En wat zou hier nu de beste oplossing voor zijn? Goeiedag, wij zijn van Wat zegt het volk en Van Kranenbroek gaat waarschijnlijk hier in Beuningen komen. Daar heeft hij vast wel van gehoord. Nou, waarschijnlijk gaat hij niet in Beuningen komen. Waarschijnlijk niet. U weet al meer? Ja, meer, ja. De zelfstandigen die zullen er last van hebben, dat verwacht ik. Maar, laten we hopen dat hij er niet komt, want het kan natuurlijk niet. Hè. Hoe tegenstrijdig is de gemeente Beuningen als je mee gaat doen voor het groenste dorp van Nederland en je gaat complete fruitbomen, alles plat gooien om zo'n megastore te gaan bouwen. Wordt dat gedaan dan? Ja, als men praat over Bul Tuincentrum, hebben we nog niet eens eens over politieke belangen. Hè? Want de eigenaar zit natuurlijk ook nog eens een keertje in een politieke partij. Dus belangenverstrengeling en dergelijke. Het geeft, zegt men, wel heel veel werkgelegenheid. Dat vraag ik me af. Kijk, heel simpel. Albert Heijn Jacobslaan, daar heeft mijn ex heel lang gewerkt. Ik heb die zaak vanuit mijn jeugd al leren kennen. Het is inmiddels ook zo'n megastore geworden, zo'n XXL. En ik snap dat het is vanwege de omzet. Maar er zijn alleen maar mensen uitgegaan en wat er terug is gekomen is allemaal jong volk wat een jaar blijft en vervolgens verder gaat. Deel je mening over het nieuws ook op Facebook via facebook.com/altijdn1 en op Twitter via @altijdn1.
In de afgelopen maand hadden we elke week een vaste rubriek in Wat zegt het volk. Ons jaarlijkse kerstmarktonderzoek. Net als vorig jaar bezochten we verschillende kerstmarkten in Duitsland om te zien welke de meeste de moeite waard is voor de Nijmegenaar om te bezoeken. We testen het eten, de producten die te koop zijn en natuurlijk de blue wine. Dat laatste zie je nu. Op de geur afgaand heb ik het idee dat je hier blue wine kunt halen. Ik ga er eens even eentje bestellen. Ik heb een blue wine gehaald. Het is een rode blue wine. Ik ga hem eens even testen. Hij dampt enorm, dus ik denk dat hij wel heet is. Hij is wel heel erg lekker. Het is vrij zoet wel. Maar ja, even nog een slokje om het zeker te weten. Ja, het is echt lekker. Ik zou het ongeveer een 7 geven. Maximaal. Hey, hebben ze hier blue wine? Ja, gluwerk. Gluwerk. Nou, we hebben een lekkere blue wine gehaald. Even eerst proosten. Aankijken. En de ogen. Anders komt het niet goed. En proost! Proost. Hij is wel warm, maar ik vind hem wel lekker. Maar we moeten het even nog beoordelen. Of wat voor cijfer we hier aan zouden hangen. Ik vind hem lekkerder dan in Gok. Ja, jij hebt wat te vergelijken. Ja. Ja. Ik vind dit wel een 8 waard. Ook wel maximaal. Ik moet zeggen dat ik wel echt zin heb nu in een blue wine, want mijn handen zijn echt heel koud. En als je dan het koffievat hebt, dan warmt het op. Inderdaad. En dan warm je zelf ook op. Ik zal eens even kijken. Hoe staat het aan die blue wine, hè? Oh, daar zie je het al. Dat is goed. Ja, ja, we zijn op kerstmarkt, dat zijn al wel lekker, hè? Ja, nou, we hebben het al gevonden. 2 blue wine. Nou, heb je hier goed gezegd, hè? Goed, hè? Ja. Ja. Laten we even proosten. Zeker. Waarop? Op de kerstmarkt Keulen. Op de kerstmarkt Keulen. Proost. Proost. Sorry. Wat vind je ervan? Ik moet me even afvuur doen. Proost. Wat vind je ervan? Nou, ik zou zeggen, gaan we proeven, hè? Had je snoren? Nee, je had al. Jij hebt al een slok genomen. Maar jij krijgt ook gewoon nog een slok. Wat vind je ervan? Ik vind hem echt lekker. Ja, ik ook. Ik vind hem echt lekker. Maar ik vind hem niet anders, ik dan, persoonlijk, niet anders dan in Oberhausen. Ja. Dus ik zou hier maximaal een 8 aan geven. En jij? Oké. Okay. Nou, ik heb inmiddels wel wat andere blue wine geproefd en getest. Nou, ik denk ik geef hem wel een 8,5. Want vanwege spisserij, ik vind hem niet te veel, hoe we dat in Duits noemen, niet te sterk würzig. Nou, het is mijn vraag, wat is würzig spisserij? Oh, niet kruidig. Kruidig, dat is het. Ik zou zeggen, hij is niet te kruidig, hij is juist op een goede level. Oké. Ik vind hem hartstikke goed. Ja, lekker. Altijd op de hoogte van de leukste activiteiten in Nijmegen? Like ons op Facebook via facebook.com/bezoeknijmegen. Tot zover dit jaaroverzicht van Wat zegt het volk. Natuurlijk gaan we ook in 2017 weer elke week de straat op om jullie het hemd van het lijf te vragen over alle actuele nieuwsonderwerpen. Voor nu een hele fijne jaarwisseling en tot 15 januari bij de volgende uitzending van Wat zegt het volk. Yeah, yeah.